De bevrijding gaat met pensioen, maar ook een pensionada kan nog heel erg levendig zijn. En dat is de bevrijding van Arnhem ook. En opdat wij nooit vergeten, en ook indachtig de voordracht van meneer Kellerman, gaan wij nu iets laten zien over de bevrijding van Arnhem in 1945. En daarvoor hebben wij een expert in huis, dames en heren, gespecialiseerd in militaire geschiedenis en in het bijzonder in de Tweede Wereldoorlog gebeurtenissen rondom Arnhem. Ik geef graag het woord en al uw aandacht aan Frank van Lunteren. Ja, achter mij ziet u in beeld verschijnen de foto die ook vandaag, hebben we gehoord, in de krant heeft gestaan, in de Gelderlander en ook nog wel elders. Het is een van de foto's uit een serie van opnamen die in 1945 door Britse oorlogsfotografen is gemaakt. En deze foto die heb ik voor het eerst gezien toen ik in het Gelders archief een aantal jaar geleden stage liep. Ik werkte daar toen aan het Freedom Trail. Dat is een wandelroute van 35 punten die door de stad loopt van Arnhem. En ik kwam daar ook een aantal foto's tegen van de bevrijding. En sommige die kende ik wel. Ik had sommige wel eens op een postzegel zien staan. Alleen, sommige kende ik ook niet, zoals deze foto. En ja, dat integreerde me eigenlijk wel. We weten redelijk veel over de slag om Arnhem in september 1944. De mislukte luchtlandingen en de poging om Arnhem te bevrijden. Vervolgens, toen dat mislukt was, brak natuurlijk de evacuatieperiode aan. Waarbij 90.000 Arnhemmers Arnhem moesten verlaten. Ook mijn opa, die nu 93 is, die heeft Arnhem toen moeten verlaten. En hij vertelde mij altijd, en dat doet hij nog wel, van de oorlog was natuurlijk een vreselijke tijd, maar het was één goed iets aan die evacuatie, namelijk ik heb je oma ontmoet. En dat was in Barneveld. Deze foto is tegelijkertijd ook een beetje het middelpunt geworden van een soort van reconstructie. Ik ben gaan kijken naar die fotoserie in het archief. Ik heb geprobeerd op te zoeken van waar zijn die foto's nu precies gemaakt. Een aantal zijn heel duidelijk, maar er zijn ook nog een aantal foto's die voor mij niet heel te duiden zijn, dan wel waar ik twijfels over heb. Die heb ik helemaal achteraan gezet en ik hoop dat nu ook met zoveel gekomen bent, dat er misschien wel wat hiaten, zeg maar, qua waar het is, kunnen worden ingevuld. Ja, hij doet het. Dat is even nieuw voor mij. Een foto van Arnhem. Dit is gemaakt eind jaren 30. Dat is een luchtfoto van de KLM. We zien daar natuurlijk ook de Eusebiuskerk nog met de oude toren erop. De brug die de spiksplinten nieuw uitziet en die natuurlijk in de septemberdagen van 44 is opgeblazen. Of beschadigd en in oktober 44 is gebombardeerd. Na de slag om Arnhem was het grootste deel van Arnhem natuurlijk leeg, maar niet helemaal. Ik kwam het ook al een meneer tegen die in het Openluchtmuseum een tijd lang heeft ondergedoken gezeten. Ook op de Geitenkamp hebben nog mensen een tijd lang gewoond. Het verzorgingshuis voor oud-militairen, Brombeek, daar heeft de commandant al in de septemberdagen een handig trucje uitgehaald. Die dacht, wij gaan niet verhuizen. En die heeft hem gewoon even het grensbordje van Velp verplaatst, zodat Brombeek ineens in Velp lag. En Velp hoefde niet weg, dus zij ook niet. Dat was op zich wel heel heel slim. En daarnaast waren er nog een aantal mensen die achter mochten blijven, zoals elektriciëns, bijvoorbeeld Johannes Penseel. Die had een bedrijfje aan het Velperplein, die is ook later opgepakt eind 1944 voor zijn verzetsactiviteiten samen met zijn zoons. Beide zoons zijn nooit meer levend, hebben dat niet overleefd in verschillende kampen en hij is uiteindelijk wel nog teruggekomen. Dit is een luchtfoto, een aantal jaar later eigenlijk gemaakt door de Royal Air Force. Ongeveer zo begin midden september 1944. En het mooie aan deze foto is natuurlijk dat u heel goed de contouren kan zien van de stad in die tijd. En dit is dus eigenlijk ook het doel, zeg maar, van de bevrijding natuurlijk geweest in 1945. De bevrijding van Arnhem viel toe aan het eerste Canadese leger. En de Canadezen die hadden diverse divisies, dus groepen van, je moet dan denken aan zo'n 10.000 man.
Maar één legereenheid van dat leger, dat was Engels, dat was Brits. De 49e West Riding Infantry Divisie. En die hadden de bijnaam de Polar Bears, omdat zij van 1940 tot 1942 op IJsland waren gestationeerd. En toen kwamen ze thuis en toen werden ze door al die andere Engelsen begroet als, oh, de polarberen komen terug, de ijsbeertjes zijn thuis. Na 2 jaar even op IJsland te hebben gezeten. En die naam is blijven hangen en ze dachten, ach ja, laten we die naam gewoon maar omzetten in een embleem. En dat droegen ze dan ook met trots op de schouder. Ja, de bevrijding van Arnhem, die kun je eigenlijk indelen in een aantal fasen, ook zoals ze eigenlijk gepland zijn. Toen in september 1944 de bevrijding van Arnhem uitbleef en de evacuatie begon, toen werd het gebied tussen de Rijn en de Waal, dus de Overbetuwe, dat werd betwist gebied. Dat viel dan weer eens voor een deel in Duitse handen, dan weer een deel in geallieerde handen. Vervolgens is het nog onder water gezet. Diverse eenheden zijn daar aan hun einde gekomen. Zo hebben de Engelsen in oktober al een complete divisie, ik zei al eerder al, dat is 10.000 man, die hebben ze al in oktober 1944 moeten opheffen, omdat ze gewoon bij Bemmel en Haalderen en Ressen gewoon ontzettend veel mannen hadden verloren. Ja, in 1945 wilden ze dat anders doen en ze dachten, we gaan het als volgt doen. Eerst gaan we de Betuwe helemaal tot aan de Rijn zuiveren. En dat hebben ze gedaan door amfibievoertuigen in te zetten, want een deel was onder water gezet. En het bataljon van het Hallamshire Regiment, je moet dan denken aan ongeveer 600-700 man, die kregen de taak om met amfibievoertuigen en drijvende, ook een aantal tanks, Arnhem-Zuid zeg maar te zuiveren, veel kleiner dan het nu natuurlijk is. En dat hebben ze in 1 dag tijd zo ongeveer gedaan, binnen 24 uur. En ze stonden dus ook op 3 april 's avonds aan de Rijn. Elden was bevrijd, hoewel daar natuurlijk ook alles geëvacueerd was. En toen is de eerste patrouille, onder leiding van luitenant Farmer, is over de Rijn gegaan. En die zijn bij de Utrechtse weg, zo'n beetje aan de westkant van de Utrechtse weg richting Oosterbeek. Daar zijn ze ergens aan land gegaan. Daar hebben ze even rondgekeken en ze zijn weer teruggegaan. Ik kon daar zelf niet meer over terugvinden. Maar goed, dat is toch wel de eerste entree zeg maar, van de Engelsen geweest. Vervolgens hebben ze gedacht, ja, nu moeten we Arnhem zelf in en gaan we dan die Rijn over. Of gaan we via een achterdeurtje. Dat lijkt ons toch wel handiger. En op 8 april dachten ze, we gaan via Westervoort. We gaan via de IJssel. Dat verwachten ze nooit. Ze verwachten dat we over de Rijn komen en dus doen we dat niet. En dat was Operation Quick Anger, een snelle woede. En die woede heeft zich helaas ook wel vertaald in heel veel schade die natuurlijk met zich mee wordt gebracht als je een stad gaat beschieten. Ja, daar komt ie. En hier zien we soldaten van de 49e divisie in Westervoort. Ze zijn op weg, zeg maar, dit is zo'n beetje 10 april, 11 april 1945 gemaakt. U ziet daar achter ook de toren van de kerk van Westervoort. En ze lopen daar op weg naar de dijk. Bij de Westervoortse dijk aangekomen, verzamelen ze zich eerst op de dijk zelf. Je ziet daar allemaal mannen in een rijtje staan. En aan de rechterkant, het is misschien niet overal zichtbaar, daar staat al een amfibievoertuig. Hier ziet u ze weer en die noemden ze de Buffalo's, en dat betekent waterbuffel, omdat hij dus en kon rijden, je kon er ook zo hup, het water weer in en dan aan de andere kant er weer uit. Hier ziet hij ze naar beneden rijden. En de volgende afbeelding komt uit een Engels boek van het Gloucestershire Regiment, bijgenaamd de Gloucesters. En die hadden de taak, ook weer een eenheid van zo'n 800 man, om een bruggenhoofd te vormen. U ziet links dat ze met pijltjes, geeft het al aan dat één compagnie moest de uiterwaarden zuiveren, want daar stonden allemaal kanonnen en mitrailleurs. Maar het belangrijkste nog wel waren 2 punten voordat ze verder konden gaan, namelijk Fort Westervoort en ook hier het fabriek, zeg maar, de complex van de AQ, dat was ook een behoorlijke dobber. En het heeft hun 5 uur gekost uiteindelijk om die bij de fort in te nemen.